Goedemorgen, het is vandaag 7 december, oftewel Vlogmas nummer 7. Ik zie er echt ontzettend erg uit, alsof ik net ben wakker geworden. Ik ben echt ontzettend moe. En ik heb gisteren mijn make-up niet afgehaald, dat doe ik nooit. Maar ik was zo kapot op een gegeven moment dat ik dacht, ja, laat maar. Dan voel je altijd extra verrot, alsof je echt zo'n crust bent. Alsof die ogen helemaal aan elkaar vastplakken en zo. Anyways, ik heb hier een bakje koffie, die ga ik even opdrinken. Daarna kijk ik wel of ik er nog een ontbijtje in kan knallen. Maar ik ga straks zo vroeg mogelijk naar Larissa toe, zodat we de video kunnen editen. En we moeten nog een aantal dingetjes doen samen. Plus, mijn laptop staat nog bij haar thuis. Ja, dus we gaan straks eventjes weer naar elkaar toe. Dat eigenlijk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 december, als het goed is. Ik heb vanmorgen even de video, of mijn deel van de Vlogmas van gisteren geëdit. En Tara komt hier zo meteen om haar deel mee te nemen. En volgens mij gewoon om samen verder te werken, gezellig. En ja, dus daar moet ik me eigenlijk eventjes voor klaarmaken. Dus ik ben nog eigenlijk in pyjama. Ik moet nu eventjes mijn make-up gaan doen. Ik heb vandaag deze nieuwe crème gebruikt die ik gisteren op het event heb gekregen van La Mer. En dat is echt een super kostbaar merk. Maar de crème voelt wel echt super lekker aan. Want mijn gezicht is nu echt heel droog geworden op dit moment. En het zit vol met allemaal rode vlekken, zoals je misschien wel kan zien. Of niet, want die stomme filter zit weer over deze camera heen. Anyways, mijn gezicht is best wel heftig aan toe op dit moment. Dus ik gebruik nu eventjes deze crème, want die is echt heel wat voller en zo. Dus ik wil even kijken hoe mijn huid hierop reageert. Maar het voelt in ieder geval wel heel erg lekker. Ik heb ook nog wat andere producten in de goodiebag zitten die ik vandaag wil gebruiken. Zoals deze dry shampoo van Bumble & Bumble. Lijkt me wel heel erg lekker. Mijn haar is niet per se heel erg vet. Maar het is nu wel dag 1 of 2. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik het een beetje wat volume geven hiermee. Lijkt me heel erg lekker. En ik had eventjes ondertussen Christmas muziek opgezet. Ik dacht, weet je, misschien is het tijd om gewoon wat meer in de Christmas sfeer te komen. Ja, ik moet die boom natuurlijk ook nog gaan afmaken. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Dus ja, wie weet dat in deze dagen nog komt. Ik heb in ieder geval nog ruim tijd. Dat in ieder geval wel. Maar ik dacht, nou, gezellig. Christmas muziekje op. Tara komt er zo binnen. Is misschien ook wel een leuk warm welkom. Dus voordat ze je zo meteen gelijk aanbelt en ik er nog steeds op uitzie, ga ik eventjes me snel opmaken en klaarmaken. Dan heeft ze misschien niks door dat ik nu nog steeds niet ben aangekleed. Zo, ik ben inmiddels bij Larissa aangekomen en ik heb me heel snel aangekleed en mijn haar eigenlijk helemaal niet geborsteld. En ik kom binnen bij Larissa en het eerste wat ik hoor is gewoon Justin Bieber kerstmuziek. Why? Ja, het is al heel erg sfeervol. En we gaan nu eventjes snel de vlog inladen en die dan editen. En dan gewoon door met de rest. En het is lekker vroeg, ik heb nog niet ontbeten. Maar dat ga ik nu eventjes doen. Hallo. Jullie weten dat ik zo'n persoon ben die zeg maar thee maakt. En het dan 10 keer vergeet op te drinken. Nou, 10 keer is misschien overdreven, maar het gebeurt wel echt heel vaak. Wat je nu hoort is dus weer opnieuw de waterkoker die ik heb aangezet. En waar ik net ook achter kwam is het volgende. Ik had even een stukje bananenbrood in mijn magnetron gedaan. Want ik wilde dat doen, want ik wil hem even lekker opwarmen. En toen kwam ik erachter dat mijn lumper er sinds gisteren nog in ligt. Die heb ik dus gisteren opgewarmd, ben ik totaal vergeten en ik heb hem net weer gevonden. Dus ik kan nou een lumper eten en een stukje bananenbrood. Dus nou ja, dat is dan dus nog mooi meegenomen, maar hoe erg. Laat me eventjes weten of jij ook zo'n persoon bent die constant dingen vergeet. Als een kopje thee, een kopje koffie of een lumper of wat anders. Laat me even weten of ik niet de enige ben. Ik denk dat het tijd is om de adventskalenders te openen. En ik wacht heel even tot Larissa weer bij mij is. Dan gaan we het samen eventjes doen. Larissa zegt het is mijn idee. Ja, oké. Larissa zei net tegen mij, zullen we de adventskalenders openen? Ja, maar wel leuk. Ik denk dat ja, je hebt het nu verraden. Ik wil gewoon graag dat ze denken dat ik de zus ben met de beste ideeën. En ik heb mijn eigen kalender van L'Occitane nog niet geopend. Let's open it. Blijft moeilijk hè, die vakjes vinden. Hier. Hier. Oeh, nagellak. Yes, een nagellakje. Mooi. Dit is de kleur Ho 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 My Love. Het is een soort van hele donkere hot pink eigenlijk. Even kijken. Wordt nou scherp. Het is een beetje moeite met scherp staan de laatste tijd. Oh ja. Dat is een heel leuk kleurtje. En voor de poster, ook nummer 7.
Een hele arty. Oh, die is leuk. Ik vind die heel leuk. Heb je inmiddels al een muur gemaakt? Want ik hoorde, of ik zag laatst in de comments dat iemand zei, gaan we ook nog die muur te zien krijgen? Want elke keer zeg je, ja, die is leuk voor op mijn muur. Maar niemand heeft die muur gezien. Nee, er is dus eigenlijk nog maar, eigenlijk de allereerste poster met het meisje en de beer. Die vond ik echt gelijk heel erg geschikt voor mijn muur. Maar de andere vind ik er dus niet zo heel erg goed bij passen. Maar ik kan misschien nog wel een van mijn andere posters gebruiken die ik al heb. Dus de muur, die krijg je zeker nog te zien. Speciaal voor jou. Nou, Larissa is op dit moment eventjes wat vraagjes aan het selecteren van vorige Vlogmas video's. Want het lijkt ons heel erg leuk om deze eventjes persoonlijk te beantwoorden. In plaats van door te typen op de toetsenbord. Dus dat gaat Larissa nu heel eventjes doen. En ondertussen wil ik jullie heel eventjes informeren over een hele leuke winactie die we zojuist hebben geplaatst. We hebben ten eerste een heel leuk en super uitgebreid artikel op onze blog endlessweekends.nl geplaatst. En je hebt in volgens mij de eerste Vlogmas kunnen zien dat we daaraan zaten te werken. Nou, die staat dus inmiddels online. Ik kan even naar kijken. Dat gaat over mooie feestelijke looks met budget make-up van het merk Catrice. En we hebben ook een winactietje die erbij hoort. Die loopt via onze Instagram kanalen. En misschien heb je de foto wel langs zien komen, maar misschien ook helemaal niet. Omdat die algoritmes gewoon super weird zijn. Soms zie je mijn foto, soms zie je mijn foto niet. Dus ik zou zeggen, ga eventjes naar Instagram en zoek dan op @taraverbon en ook op @larissaverbon. Want we geven ieder een setje weg, een ander setje. En met het ene setje kan je dan Larissa's look creëren. En met het andere setje die van mij. En je mag gewoon meedoen met beide winacties. Dus dat. Oh. Woe. Ik zie nu, het is buiten echt ontzettend hard aan het waaien. Het is grijs. En ik zie nu op de ramen dat het gewoon heeft geregend. En dat is niet zo chill. Want ik weet dat ik op een gegeven moment toch wel weer naar buiten moet gaan. Ja, als het even kan, dan blijf ik hier wel voor altijd, ja. Want ik heb geen zin om nu de deur uit te gaan. We gaan een paar vragen van jullie beantwoorden. Een soort van mini Q&A. En deze vragen komen allemaal dus uit video's van vorige vlogmusses. Yvette Broekhuis vraagt, waar bestellen jullie sushi als je in Utrecht bestelt? In ieder geval in de video zat ik op dat moment in Houten. Toen bestelde ik bij Sushi & Thais. Dat is nieuw. Oh, dat ken ik niet. Ik betwijfel het tussen Ming en Ming. Maar ja. Ze lezen van Sushi & Thais heel erg goed. En het is echt heel lekker. Het is heel vers. Het is helemaal niet duur. Het was echt heel erg nice. Maar volgens mij kan je dat niet in Utrecht bestellen. Okay. In Utrecht weet ik niet zo goed waar ik sushi moet bestellen. Besteld. Ik bestelde ooit wel eens bij Mr. Sushi en Miss Wolker. Dat is dan de ene keer heel erg lekker. Het is ook een paar keer best wel tegengevallen eigenlijk. Dan was de rij heel klef. Mm-hmm. En dat vond ik dan wel heel erg jammer. En ja, dus daar ben ik een beetje mee gestopt. Maar Kuyusu, die schijnt wel heel erg goed te zijn. Maar die is dan wel echt een stuk duurder meteen. Dus wat ik tegenwoordig gewoon doe als ik sushi cravings heb, is gewoon een pokeball bestellen. Want dan heb je een beetje dezelfde smaken. Oh, maar ja, het is gewoon veel goedkoper. En dan heb je bijvoorbeeld Poke Perfect in Utrecht. Poke, wat is het nog meer? Misschien Poke Delicious. Poke Delicious. En je hebt Ritos. Ja. En Ritos vinden wij, ja, bestellen wij het meest. Omdat ze hier de grootste porties hebben volgens mij van de pokeball. Ja, en het zijn hele hippe, aardige jongens ook. En wat ook leuk is, is dat Ritos is een combinatie tussen Japans, de sushi en Mexicaans. Dat vind ik gewoon super tof. Dus wij bestellen eigenlijk altijd daar, maar dan inderdaad dus een pokeball. Ze verkopen geen sushi. Jongens, ze willen trouwens een nieuwe iPhone. En ik wil dus heel graag een iPhone X. En Tara vindt het te veel geld en die wil liever gewoon een iPhone 8. Het verschil is... Nee, ik heb nog helemaal geen research gedaan. Maar ik weet dat jij van onze gezamenlijke rekening die iPhone X wil. Dus dan heb ik zoiets van, dat is niet fair. Nee. Als jij iets hebt van, ik wil alleen die iPhone 8. Dan pak ik dat bedrag van de iPhone 8 en dan betaal ik zelf bij tot mijn iPhone X. Tuurlijk. Zo ben ik ook wel weer. Ik bedoel, je had geen geld van ons of zo. Alleen. Ik weet zeg maar van. iPhone X, come on. Ik weet gewoon van ons tweeën dat degene die uiteindelijk de research doet is Larissa. En die vertelt dan aan mij welke keuze ik moet maken. En dan. Ja, want als ik het zelf moet uitzoeken, dat zegt me gewoon allemaal niet zo heel erg. Alleen ik ben gewoon bang dat jij straks de iPhone 8 hebt. Ik heb de iPhone X. En als je dan naar mijn X kijkt en denkt, ah, had ik die ook maar genomen? Ik weet niet zo goed wat het verschil is. Behalve dat het echt veel duurder is. En dat ik gewoon. Ik kan gewoon. Het scheelt €250. Ik kan gewoon op vakantie van het bedrag. Van €240 kun je op vakantie. Nou, dat is een goede deal, vind zo. Kom ik aan ben tot nu toe eruit. Zeg maar dat de iPhone X het voordeel heeft dat hij kleiner is. En hij heeft een portretfunctie op de voorcamera. Wat heel erg leuk en grappig is. Dus mocht je zeg maar nog meer andere leuke voordelen weten. Of zeg maar dingen waar we echt iets aan hebben. Ten opzichte van 8. Laat even weten. Ja, en welke iPhone heb jij zelf? Of welke wil jij graag? Want ik, ja, ik kan wel, ja,
Ja, dat eigenlijk. Ik heb dit moment hebben we nog de 6, maar die begint een beetje af te takelen. Maar goed, laat ik even verder gaan naar de vragen. Ja, even een Q&A. Vraag van Kimberly de Jong is, hoe oud is de kat? Nou, de kat. De kat. Ik denk Sylvester. Is 18 jaar. Ik dacht eerst altijd dat hij vorig jaar 18 jaar was, maar hij is eigenlijk dit jaar in augustus 18 jaar geworden. Dus dat is super oud en dat is de kat van mijn vriend. Dus hij is ermee opgegroeid en toen zijn ze uit elkaar gegaan en nu zijn ze weer samen. Dus dat is wel heel erg leuk. Linka vraagt Larissa, hoe gaat het nu met jouw huid na de behandelingen die je ooit hebt gehad? Heb je nog wel eens een behandeling? Ja, nou met mijn huid gaat het eigenlijk heel erg goed. Ja, op dit moment heb ik natuurlijk droge plekken, maar dat heeft gewoon meer met het weer te maken. Maar verder gaat het super goed. Ik wil wel echt zeg maar één keer in het jaar of misschien twee keer in het jaar wil ik nog een behandeling laten doen om het zeg maar bij te houden. Maar ik heb die behandeling stiekem eigenlijk al een beetje te lang uitgesteld. Dus dat wil ik denk ik wel in het nieuwe jaar gaan doen. Want elke keer als ik een behandeling heb, dan gaat het weer echt even een goede week heel erg flink schilferen. En dat is niet zo heel erg mooi. Dus ja, met allemaal van die kerstfeestjes en dingen, dan heb ik iets van de kant beter nog even uitstellen. Maar het gaat verder wel goed. En ik heb ook een heel fijn product dat de laatste tijd mij heel erg heeft geholpen. En daar wil ik denk ik nog even een hele blogpost aan wijden. Omdat dat momenteel echt mijn holy grail is. Oké, ik had vaak zeg maar nog van die terugkerende puistjes op deze plek. En ik gebruik nu elke dag dit product. Dit is van Paula's Choice Resist C15. En het is er zit heel veel vitamine C in. En dat is echt gewoon super goed voor je huid blijkbaar. En dit werkt echt meteen vanaf het eerste gebruik. Dus dat vind ik al heel erg fijn. Het is niet dat je een maand moet wennen of zo. Maar dit werkt echt als een tierenlier. En het komt gewoon niet terug. Jolie Polman vraagt... wilt je vriend liever niet praten en op de video, wat ik ook best wel begrijp hoor, Ed Larissa. Ja, nee, mijn vriend is inderdaad elke keer als de, ja, houdt er niet zo heel erg van. Om überhaupt op de camera te zijn, de praten is er helemaal niet. Wat wel raar is, want hij heeft eigenlijk beloofd is om nog steeds die My Boyfriend Does My Makeup video op te gaan nemen. Omdat we 100k hadden gehaald. Ja. En ik probeer het echt, maar het lukt tot nu toe nog niet om een afspraak met hem te maken van we gaan hem nu opnemen. Dus ik ben een beetje soort van blij gemaakt met een dode mus door hem. Nee, het moet gewoon gebeuren. Ik hou hem wel gewoon in de houtgreep. Ja, dus we gaan het zien. We gaan het zien. Live by Lien zegt, erg leuk weer. Ken je ook die limonadepoeders met vitamine C van Hawaiian? Mm-hmm. Die zijn ook ideaal. En heb je een recept van die wontons? Dat zag er heerlijk uit. Nou, ik wil ook een recept van die wontons. Ja. Dat zag er vet lekker uit. Ik dacht, waarom ben ik niet uitgenodigd? Ik heb nu niet op dit moment het recept. Want mijn vriend haalt zijn recepten echt... van overal nergens vandaan op YouTube. Hij kijkt altijd van de Indonesische filmpjes en zo. Dus ik weet niet waar het deze keer vandaan heeft. Maar ik ga het wel eventjes navragen. En die poeders inderdaad, die ken ik volgens mij ook. Ja, ja, ja. Louise Simone vraagt, welke winkel was dat waar Tara die broek paste? Ik had inderdaad niet gezegd volgens mij waar ik was per se. Of heb ik het wel gezegd? Weet niet meer. Maar ik was in de Urban Outfitters. En ja, die broek was wel gewoon een beetje wat we al hadden. Ja, ik heb trouwens een ASOS bestelling gedaan en die komt denk ik 1 deze dagen binnen. Dus daar zit ook een mooie broek bij waar ik heel benieuwd naar ben. Dat was de laatste vraag. Oh, nou, dat was het alweer. Maar als je nog leuke vraagjes hebt, bijvoorbeeld kerstgerelateerd omdat dit vlogmas is, laat het zeker eventjes achter in de comments. Dan gaan we er een keertje erbij pakken, dat vind ik wel heel erg gezellig. Dan kunnen we wat meer met jullie de interactie doen. Zo, het is inmiddels avond geworden. Zoals je misschien wel kan zien is het echt pikken donker buiten. Dus ik heb overal hele gezellige lampjes aangedaan. Dus dit is hoe momenteel nu de huiskamer eruit ziet. Deze heb ik natuurlijk altijd aan. Maar ik heb daar de lampjes eroverheen nog aan. Een kaarsje aangedaan. Ik heb dus deze sok opgehangen. Maar het stoort me dat deze gewoon steeds zo om gaat flappen. Dus ik zit eraan te denken om misschien iets van een stuk karton hierin te doen. Dan blijft hij misschien openstaan. Of misschien als ik een misschien als ik het gewoon opvul met iets van papieren... proppen of zo, dat het dan open blijft staan. Dat is misschien ook een idee. Want kijk dan, zo schattig. Dus gezellig, gezellig, gezellig. En ik had gisteren tijdens het event allemaal van deze zuurstokjes. Of eigenlijk zoetstokjes, want ja, ze zijn helemaal niet zuur. Van deze stokjes heb ik die meegenomen. Of eigenlijk meegekregen. Ze hadden mijn hele tas vol gedaan omdat ze zagen dat ik hiernaar zat te loeren. Dus ik heb er heel veel gekregen en die heb ik alvast in de boom gehangen. Omdat ik dus nog niet andere versiering erin heb. En het ziet er gelijk wel echt heel erg schattig uit, vind ik. Oké, negeer dat. Maar kijk ze leuk. Dus hier komen uiteraard nog lampjes in. En versieringen en dergelijke. En dan heb ik ook hier wat gezelligheid. Ik
kaarsje aan. En ik heb daar dus nu de plant staan. Aan de achter zit zo'n ronde witte bol van IKEA. Dat is zo'n lamp. Oh ja, en de kaart die ik gisteren heb laten maken, die ga ik ook in de kast neerzetten. Dus even kijken. Ik denk dat ik hem hier zo wil plaatsen. Of misschien een beetje zo. Tada! Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Wat ik heel eventjes ga doen is de kalender openen. Want ik ben een beetje benieuwd wat er dit keer in zit. Dit is de Ultra Rich Lotion. Dit is gewoon, nou, hij wordt niet scherp. En dit is trouwens een heel handig klein body lotionje. Heel verzorgend. Ruikt heel erg lekker vooral. Ik vind tot nu toe dat er echt hele leuke dingen in deze kalender zitten. En wat ik nu even verder ga doen is heel eventjes bijkomen met een kopje thee. En dan straks lekker avondeten. Jam, jam, jam. Lekkere pizza's. En ik heb genomen pikante salami met ananas. Want dat vind ik een super lekkere combinatie. En natuurlijk weer Netflix. Eet smakelijk. Zo, ik heb inmiddels echt de helft van make-up eraf gehaald. Hier had ik enorm veel schil voor zitten. Echt best wel ranzig eigenlijk. Dus ik hoop dat het niet echt heel erg op camera te zien is voor jullie. En ik wilde alvast de vlog gaan afsluiten, zodat ik mijn was in elkaar ga zetten. Morgen hebben we namelijk een superleuke dag gepland staan. Al best wel vroeg. Het wordt namelijk, we hebben namelijk een kerst-event ontbijt. Of kerstontbijt-event. En het is toevallig in Utrecht, dus dat scheelt heel erg met op tijd opstaan. Maar we moeten er wel vroeg zijn, omdat het natuurlijk een ontbijtje is. En ik hoop dat het gewoon super Christmassy. En ja, dat je gewoon het ultieme kerstgevoel gaan krijgen. Dus als je er ook zin in hebt, kom zeker morgen weer terug om te kijken wat we gaan doen allemaal. En de vlogvraag van deze keer heeft te maken met het weekend. Want als jullie dit zien, is het ja, het begin van het weekend natuurlijk. Laat me eventjes weten wat er op jouw planning staat dit aankomende weekend. En wat jij gaat uitspoken. Vergeet je zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan wens ik jullie een hele fijne dag en weekend toe. En dan zie ik je heel graag morgen weer terug in de volgende video. Doei!